Maar wat is dat dan voor man? Vroegen we Hitlerkenner en historicus Maarten van Rossum. Stel dat hij hier inderdaad hier zou rondlopen. Wat voor man? Dan denk ik dat hij eigenlijk een vrij beminnelijke figuur was. We weten van zijn directe medewerkers, met name zijn secretaresses, dat hij heel aardig en attent was en altijd vroeg naar de kindertjes en een cadeautje meebracht en zo. Dat is langs het kleine werk. Hij was ook heel lief voor honden en vegetariër en niet roker. Dus hij zou wat dat betreft in een moderne samenleving goed mee kunnen. En tegelijkertijd was hij natuurlijk een ideologisch bevlogen politicus die, althans als leider van Duitsland, de meest gruwelijke ellende heeft aangericht en verantwoordelijk kan worden gehouden voor tussen de 50 en de 100 miljoen doden. Want ik denk dat zijn spreektalent eigenlijk in een zekere zin ouderwets was. Omdat het, als je ooit zo'n redenvoering hebt gezien, ze duurde ontzettend lang en hij begint heel gematigd en tenslotte dan raakt hij eigenlijk voor onze begrippen volledig boven zijn theewater. Wie steht fest? Zo wie dieser Block hier! En voor de televisie heb je een beetje een laid-back stijl nodig, een beetje ironie, jezelf ook een beetje op de hak kunnen nemen. Dat werkt voor de televisie verreweg het beste. Dus ik denk dat Hitler voor de televisie niet had kunnen doen wat hij in die grote zalen in Duitsland deed. Op grond van de film zou je bijna vrezen dat ook in het Duitsland van nu grote kansen liggen voor iemand als Hitler. Dat betwijfel ik in hoge mate eerlijk gezegd. Wat je niet moet vergeten is dat de Hitler die wij uit de geschiedenis kennen is een Hitler die leider is geworden van het belangrijkste en sterkste land van Europa. Waardoor hij ook een soort charismatische uitstraling heeft. Hitler is naast een genocidale massamoordenaar ook een icoon van een tijdperk. Die mensen nu eenmaal, net als Elvis of Marilyn Monroe, onmiddellijk herkennen. Dus in die zin, ik begrijp niet waar dit soort van lollige experimenten eigenlijk voor nodig zijn. Maar gedachte-experimenten over Hitler zijn populair. Zo plaatste de New York Times vorige maand deze babyfoto van Hitler op Twitter met de vraag: als u terug kon gaan in de tijd, zou u dan deze baby vermoorden? De vraag werd trending en zelfs aan presidentskandidaten voorgelegd. Hell yeah, I would. Even if he was really cute. No, look, you gotta step up, man. Ik zou niet schromen om hem om het leven te brengen. Op een sympathieke manier, ik zou er een kussentje op drukken. Maar... Echt waar? Ja, dat zou ik doen. De vraag is natuurlijk, zou dat verstandig zijn? In de New York Times peiling was 42% voor het ombrengen van baby Hitler. En hier lijken we ietsje softer. Nee. Niet? Nee. En ongelukkigerwijze, ik zei het al, hebben heel veel mensen weinig benul van de essentie van democratie. En denken ze, als er toch maar eens krachtige leiding zijn, dan zal alles anders en beter worden. Ja, kijk naar Turkije. Want wat zou... Of kijk naar Rusland. Of kijk naar Hongarije. Kijk naar al die landen die in de greep raken van zo'n narcistische gek en uiteindelijk altijd ontsporen. Maar als Hitler één ding fantastisch kon, want uiteindelijk is natuurlijk als oorlogsleider is hij een van de grote mislukkingen van de 20e eeuw gebleken, maar hij was een meesterlijke campaigner. Hij was natuurlijk waardoor weten wij wie Hitler is, omdat hij een van de grootste sprekers van de 20e eeuw was. U denkt allemaal dat het een hysterische gek was, want u heeft altijd die slotstukjes van die redenvoeringen van Hitler gezien. Die redenvoeringen duurden 3 uur. En hij werkte zichzelf in een soort hysterie. Maar wat u niet weet en niet ziet, is dat hij de hele zaal, 3.000-4.000 man, in dezelfde hysterie meenam. En ik kan u verzekeren, dat is ontzettend moeilijk. Daarvoor moet je een charismatische spreker zijn. Hij begon ook heel rustig. Eigenlijk zou je zo'n hele toespraak eens moeten bekijken. Want aanvankelijk, als u het slot bekijkt, staat hij 2 meter achter de microfoon. En het speeksel vliegt alle kanten op. En nou ja, hij is volledig de weg kwijt. Althans, dat is de indruk die je krijgt. Maar als hij begint, staat hij vlak bij de microfoon en praat hij eigenlijk zo'n beetje op dezelfde toon als waar ik op praat. Hè? En dan bij mij kunt u van verzekeren, ik ga zo niet staan en dan schreeuwen tegen dat voetbal, hoewel ik heb wel eens de neiging om dat te doen. Er is zelfs een heel boek over de aanslagen die op de Führer zijn gepleegd. En al die aanslagen zijn, als je het even bekijkt, door idiote toevalligheden mislukt. Ik geloof op een goed moment in een vliegtuig waarin het zo koud was dat de boek niet ontploft is. En na zo,
Dat is een hele... misschien even de beroemdste aanslagen, dat is door die Timmerman. Die aanslag is gepleegd in het najaar van 1939. Hitler ging altijd spreken voor de alte kameraden in de Burgerbraukeller in München, één keer per jaar. En dan stond hij altijd op dezelfde plek en hield hij altijd hetzelfde geraaskalachtige verhaal. En die Timmerman dacht dan, weet je wat ik doe, ik ga elke nacht laat ik me insluiten en dan bouw ik daar op die plek, bouw ik een bom in. En die gaat precies af als Hitler dat, want dat deed hij altijd op hetzelfde tijdstip, als Hitler dat verhaal houdt. En die bom is afgegaan. Ik geloof dat er 8 doden zijn gevallen. Maar juist op die dag had Hitler besloten 1 trein eerder naar Berlijn te nemen. Dus hij was dan 10 minuten weg. Dus een aantal andere kameraden heeft het niet overleefd, maar... De Timmerman heeft de doos ook niet overleefd. Die hebben ze vrij snel opgepakt. En die hebben ze geloof ik 2 dagen voordat de oorlog was afgelopen doodgeschoten. Op zichzelf ook heel treurig natuurlijk. Wat moet je dan van denken? Waarom heeft Hitler besloten om 10 minuten eerder met de trein naar Berlijn te gaan? Ja, weet ik veel. Omdat hij misschien een vergadering had. Maar daar ziet u weer het toeval een rol spelen. Ja, ons laatste onderwerp is ook ons meest droevige onderwerp. En dat is... De democratie die verdwijnt, die opgeheven wordt, verboden, kunnen allerlei mogelijkheden zijn er in principe. En die zullen we een beetje moeten nalopen. Als je hier om de kerk heen bent gelopen, heb je het monument gezien voor de Joden in Arnhem die afgevoerd zijn door de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog en waarvan het overgrote deel het niet overleefd heeft. En dan voel je eigenlijk al direct dat er kennelijk in Nederland toen iets vrij grondig mis was. Namelijk, hele grote groepen werden als ongelijk gedefinieerd. He, zodra dat gebeurt, dan moeten de alarmbellen al gaan rinkelen van ja, die mensen dat zijn niet normale mensen. He. Vandaar ook dat tegenwoordig het gebruik normaal in de Nederlandse politiek eigenlijk een heel vervelend en discriminerend woord is. Want zodra je zegt we moeten normaal doen... Maar ga je er eigenlijk van uit dat er ook mensen zijn in Nederland die niet normaal doen? Ik heb toen meteen aan mijn vrouw gevraagd, vind je dat ik normaal ben? Nou ja, zij keek mij aan en ik hoefde helemaal niks te zeggen. Het was vernietigend. En ik heb ook overwogen om te emigreren naar België. Ja, waar het veel makkelijker is om abnormaal te doen. Ik wist niet of u dat wist, maar ze weten daar ook niet precies wat normaal is. Dat is ook het probleem. Wij in Nederland weten het beter. De Duitse bezetter maakte een einde aan al onze principes, aan al onze democratische regels. De grondwet bestond niet meer. Aan de Nederlandse democratie was een einde gemaakt. Je kunt nu nog in de krant lezen allerlei mensen die zeggen, nou ja, die democratie, dat geeft toch een hoop rommel en discussie en narigheid. En neem nou zo'n parlement waar ze de hele dag wezenloos zitten te lullen over niks. Daar heb je niks aan. Je moet eens kijken naar semi-dictatoriale systemen. Orbán in Hongarije of Kaczynski in Polen of Erdogan in Turkije. Nou, u kent de voorbeelden wel. Werkt dat eigenlijk niet veel beter? Uit opinieonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de Nederlanders, gevraagd naar wat de manier van leiding zou moeten zijn, pleit voor strak, krachtig leiderschap. Dat je al denkt, hè, vertaal het Nederlandse woord leider in het Duits en u begint al een beetje aan te voelen dat dat de verkeerde kant op gaat. Hè. En dan bedoel ik niet natuurlijk de lokvuurder, namelijk de machinist in de trein, nee. Ik bedoel Adolf Hitler, die ook de Führer werd genoemd. Dus een bezetting maakt in feite, die met geweld is uitgevoerd, dat spreekt, maakt in feite onmiddellijk een eind aan alles wat van democratisch gehalte is. Daar komt het op neer. Dat is bezetting. Dat is wel de meest radicale vorm waarin een democratie tot een einde kan komen. Maar ik noemde daarnet al die personen die excelleren in krachtig leiderschap. Want als u even nagaat hoe die lui historisch gesproken aan de macht zijn gekomen, Orbán, Kaczynski, Erdogan, Poetin, dan zult u steeds zien dat ze langs democratische weg aan de macht zijn gekomen. Hoe gek dit ook klinkt, de NSDAP is in Duitsland in 1933 langs democratische weg aan de macht gekomen. Dus daar zitten we eigenlijk met een enorm probleem. Want in al die genoemde landen was het dus kennelijk mogelijk, was er een meerderheid in principe,
op dat moment dat die mensen voor het eerst werden gekozen, dat zij misschien goed leiderschap zouden vertonen. En dan, als die lui eenmaal aan de macht zijn, dan zie je dat ze vaak een hele geraffineerde strategie ontwikkelen om stap voor stap voor stap een einde te maken aan al onze democratische vrijheden. En zo kun je een democratisch bestel stap voor stap kun je dat afbreken. Door bijvoorbeeld alleen maar mensen te benoemen die het politiek gesproken met je eens zijn. Je wordt verwurgd als democratie, maar zo langzaam dat je nauwelijks merkt dat je steeds minder en minder adem krijgt en tenslotte bewusteloos raakt en overlijdt. En daar zitten we dus met een enorm moeilijk en lastig principe, namelijk dat wij in feite dat de democratie het meest gevoelig is voor wangedrag van de kiezers zelf. En de democratie is gefundeerd op de mening van de kiezers. Dat is het hele idee, de soevereiniteit van die mensen die komen stemmen. Als die kiezers nu kiezen tegen de democratie, dan is dat het einde van de democratie. Bijna overal waar je dit verschijnsel zich ziet ontwikkelen, niet waar, wordt de democratie in feite door de kiezers zelf uit de wereld geholpen. En kom maar weer eens terug. Dat is heel lastig. Maar goed, daar zie je dus aan dat er uiteindelijk omstandigheden zijn waarbij je moet verzetten tegen datgene wat er gebeurt en wat eigenlijk, hoe gek het ook is, democratisch gelegitimeerd schijnt te zijn. Is het dan onder die noodlottige omstandigheden niet misschien noodzakelijk om toch de straat op te gaan en te demonstreren? Zijn er misschien niet toch omstandigheden waarin het gebruik van geweld min of meer onvermijdelijk wordt? Namelijk daar waar je geen enkele andere uitingsvorm meer over hebt om te zeggen dat je het een klote systeem vindt. Maar op dit punt ben ik niet zo bang dat er verschrikkelijke dingen in Nederland zullen gebeuren. Maar helemaal gevaarloos is het nooit. Kortom, politiek bewuste burgers zijn een noodzaak. Dit is de eerste stelling van de laatste uitzending. En die eerste stelling die luidt als volgt. Wat moeten wij doen met partijen die zich expliciet uitspreken tegen de democratie in democratische landen? Dus de vraag is, moet je het tolereren of moet je het niet tolereren? Ja? Ik denk dat je het zeker moet tolereren. Ik sluit me daarbij gewoon aan, want je hebt ook gewoon bijvoorbeeld nu de PVV die eigenlijk een beetje richting die kant op wil met de stop de islam en uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de mensen. Dat blijkt toch dat ze dat hebben, dat ze toch voor de democratie kiezen met stemmen. De PVV, ik wijs er even op, heeft een hele reeks van programmapunten die strijdig zijn met onze grondwet. Ja. Maar dat vind je geen doorslaggevend bezwaar? Nee, eigenlijk niet, want als je ze hebben recht om tegen de grondwet te zijn. Ja, dat is hun mening en uiteindelijk is het toch wel vrijheid van meningsuiting. Nou, ik vind het heel erg moeilijk, want het is heel erg dubbel. Want aan de ene kant wil je geen fascistische leugens in partijprogramma's, maar aan de andere kant vrijheid van meningsuiting en iedereen moet zich daarover kunnen verwoorden. Dus ik vind het heel erg dubbel. Dus ik denk dat het enige wat een overheid of mensen kunnen doen tegen die fascistische leugens is mensen educeren daarover. We leven wel in een land waar ook de grondwet veranderd kan worden. Daar moet je een heel veel grote meerderheid voor hebben. Dus we kunnen zeggen, het kan niet volgens de grondwet, maar ook de grondwet kan veranderd worden. Dus ik vind niet dat je het op voorhand kan verbieden, maar je moet wel inderdaad in kaart laten brengen hoe realistisch is het. En natuurlijk, zulke standpunten zullen echt niet door de beugel moeten kunnen. En daar hoop ik ook dat er nooit een meerderheid voor komt. Maar het is wel belangrijk om dat stukje realisme ook duidelijk te hebben. Ik op strikt historische gronden, en naar mijn idee vrij overtuigende historische gronden, kun je stellen dat de landen die in de afgelopen, zeg, anderhalve eeuw goed democratisch bestuurd zijn, of zoveel mogelijk, het er heel wat beter hebben afgebracht in de bredere zin ook, voor alle burgers in die landen, dan systemen die van dictatoriale of semi-dictatoriale aard. Maar dat vind ik zo afgaande van systemen die al bestaan. Wat nou als er een nieuw systeem ontstaat, dat misschien op andere wijze opereert, dan dat kan je begrijp die ik, ja. Nee, jullie zijn heel inventief. Dat is zonder meer een feit. Maar we hebben natuurlijk een zeer omvangrijke ervaring in de afgelopen twee eeuwen opgedaan met andersoortige systemen.
hele zware dictaturen, totalitaire dictaturen. Het is gewoon te makkelijk om op basis van het verleden te zeggen, dit is het. Dus wij moeten daarentegen ook verdraagzaam zijn over de vrijheden van anderen om te kiezen wat zij zouden willen kiezen. Dat is natuurlijk een hele leuke redenering die jij laat horen. Maar degene die jij daarmee tolereert, zullen als zij zelf in de meerderheid zijn, zich niet verdraagzaam opstellen ten opzichte van jou. We zijn namelijk net af van een soort van onverdraagzaamheid van de christelijke meerderheid in Nederland. Dat is het punt van een meer dictatoriale benadering, dat jij tolereert hen, maar zij gaan jou niet tolereren als zij eenmaal de baas zijn geworden. Wees haar, heb daar geen illusies over, zou ik zeggen. Maar dus dan nog steeds de vraag of het per se een dictaat is waar je naartoe gaat. Zoals we zeggen, in een hele ideale wereld zou er misschien ooit nog iets anders dan democratie komen, wat ook heel goed werkt. Maar dat is misschien heel onwaarschijnlijk, maar het is mogelijk. Theoretisch gezien. Ja. Ja, strikt theoretisch gezien, daarom gaan we het nu ook afronden. Het is heel, ja, omdat het nog vrij strikt theoretisch is. We gaan het afronden. Het is duidelijk dat jullie beduidend toleranter zijn dan ik. Sowieso blijkt eigenlijk opnieuw hoe tolerant jullie in velerlei opzichten zijn. En hoe intolerant ik in sommige opzichten ben. Daarmee wou ik dit stukje discussie afsluiten en dank jullie wel. De meeste mensen zwijgen. Een enkeling stelt een daad. Ja, ook een vrij dubieuze waarheid natuurlijk. Want er zijn situaties dat als je niet zwijgt, dat je meteen doodgeschoten wordt. Dus dan moet je wel goed overwegen wat je precies op welk moment en waar gaat zeggen. Het is een monument, het is een verzetsmonument voor het Arnhemse verzet. De bovenkant van de blokken is spiegelend uitgevoerd en weerspiegelt de hemel. Want eigenlijk is de wolkenlucht is het thema wat op die blokken is afgebeeld. En iedereen zal wel eens hebben nagedacht over het feit dat, hoe gruwelijk ook de gebeurtenissen waren, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat de wolkenlucht zich daar nooit iets van aan heeft getrokken. Daarom heb ik me wel eens zorgen gemaakt over de wolkenlucht, niet waar, met al die moderne vliegtuigstrepen, dat je denkt, zijn die wolken altijd neutraal geweest? Zijn die wolken altijd de wolken geweest? En nu verpesten wij het een beetje met dat boterkaas en eieren aan de hemel. Zie je dat het licht dwars door mijn oren heen valt? Je weet dat de oren doorgroeien. Het is het enige onderdeel van het lichaam wat doorgroeit. Maar hoe groot zijn je oren dan tegen de tijd dat je 120 bent? Want mijn opa is 96 geworden, nou, die had me ook oren, zeg. Ik wil het niet overdrijven, maar met een beetje wind achter hoefde hij niet de trap op de fiets. Echt waar. Maar het is wel leuk dat die mensen er tegenaan zitten, hè? Zonder zich waarschijnlijk te realiseren dat ze tegen een bezetsmonument leunen. Dat ze überhaupt kunnen leunen tegen een monument omdat er ooit verzet is geweest. Maar ook onder de huidige omstandigheden zijn er situaties waar verzet noodzakelijk is. Want daar is vastgesteld dat het ook in een land als Nederland, waar je al die mogelijkheden hebt om je mening te laten horen, toch onder bepaalde omstandigheden door jullie allen gevoeld wordt dat er een zodanige urgentie kan zijn dat je ook in Nederland gaat demonstreren. Mits je niet de zaken blokkeert zodat ik veel te laat thuis kom. We hebben in feite 4 maal gesproken over het probleem vrijheid, steeds toegespitst op specifieke problemen die daarmee samenhangen. Ik vond het verrassend hoe tolerant jullie in principe waren. Ik ben natuurlijk wel een beetje jaloers op het feit dat de meesten van jullie nog een heel eind te gaan hebben in deze eeuw. En ik waarschijnlijk niet. En ik ben toch enorm nieuwsgierig hoe het de rest van deze eeuw zal gaan. Ik ben over West-Europa niet pessimistisch gestemd. Dus ik ben eigenlijk ook over jullie toekomst niet pessimistisch gestemd. Ik denk wel dat jullie er verstandig aan doen om toch ook het grotere geheel van Europa op zijn minst in de gaten te houden.